Mm-hmm. Michel Reuvenkamp, je bent tijdelijk toegelaten als raadslid ter vervanging van Robin Gelici. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Nou ja, ik ben destijds mee op de lijst geweest en ik heb niet voldoende stemmen gekregen, zeg maar, om direct in de raad te komen. Maar wel in de positie om als reserve in de raad te komen, zolde iemand uitvallen. Nou, dat is dus nu gebeurd. Hè. Dus ik was de tweede volger, want de eerste volger was John Ashuis en ik ben de tweede. John is destijds voor Nienke ingesprongen, omdat Nienke ja naar het buitenland is. En ik ben nu voor Robin ingesprongen. En dat is mij ook, vind ik, een eer om in de raad te zijn. Ja. Voor hoe lang geldt jouw benoeming? Nou, het is eigenlijk voor 16 weken de benoeming. Dus het is één kleine periode waar Robin uitvalt. En het kan natuurlijk nog uitschuiven op 2 of 3 perioden, zeg maar. Ja. Wat zijn je persoonlijke verwachtingen voor de komende tijd? Nou ja, kijk, het is sowieso eerst leren met je collega's, mederaadsleden, zeg maar, met de voorzitter, dus de burgemeester en de wethouders, om hiervan ook te leren van, nou ja, wat kun je allemaal bereiken in de raad? En verder is eigenlijk ook, nou ja, die portefeuilles die je hebt, zeg maar, goed te doen. Ja, dat is een beetje daar waar ik naartoe streep en ja, wij gaan het zien. Waar ga je mee bezighouden? Nou, ik heb sowieso eens van wat ik heel eigenlijk goed vind, is zeg maar natuur, riolering, water. En verder heb ik onderwijs, WMO. Ik heb de wijken Schrelforstpark, Windmolenbroek en Kerklanden. En nu moet ik even nadenken, heb ik nog iets bij? Volgens mij was dat een beetje. Ja. In totaal kan de periode van 16 weken. Ja. Nog een keer, 2 keer verlengd worden. Ja. En als die periodes voorbij zijn, smaakt het dan naar meer? Nou, die ambitie had ik al eerder, zeg maar. Ik had ja echt een mooie film op YouTube gedraaid wat betreft mijn prestatie, wat betreft wat wil ik eigenlijk en waarvoor sta ik. Kijk, ik woon nu 22 jaar in Almelo. Ik heb vroeger eer ook voor de PvdA, zeg maar, niet kandideerd. Ik heb meegedaan en destijds was mijn mentor Bert Kuipers en mede met Arjan de Vries zijn we hebben de raadsopleiding gedaan. En ik had destijds al de ambitie om eigenlijk iets te doen voor de gemeenteraad. En nu is het eigenlijk echt ja, geworden. Ja, ook wens het tijdelijk is. Ja. Dankjewel voor het gesprek en ik wens je heel veel succes. Nou, dankjewel en dat zal wel lukken. Zeker weten.